Van harte welkom bij de persconferentie na afloop van de wedstrijd SC Cambuur tegen Telstar. Die wedstrijd kende een ruststand van 0-0. Uiteindelijk wordt het 2-1 in het voordeel van de thuisclub. Ik geef graag het woord aan Anthony Correia voor zijn analyse van deze wedstrijd. Ja, nou, zure wedstrijd achteraf. Ik denk in het begin heel veel moeite gehad met het afvallende spel van Cambuur, zeker over de flanken. En Calon die in de diepte gevaarlijk was. Nou, ons team wat meer in een blok naar achter laten spelen om die diepgang eruit te halen. En dat pakte goed uit, meer grip op de wedstrijd. Nou, de tweede helft geprobeerd dit uit te bouwen en in de omschakeling toe te slaan. Dat lukte snel. Dat lukte daarna nog twee keer en die maakten we niet. Cambuur daarna veel aanvallende wissels en terecht. En dat pakte goed uit voor Cambuur. 1-1, goede goal. Slechte van ons hoe we dat verdedigend oppakten. En de 2-1, moet ik erover zeggen, die wil ik heel graag terugzien. Ik denk dat het een hele mooie tackle op de bal was. En dat moet beloond worden. Aan de andere kant, het Cambuur publiek staat daar natuurlijk wel in grote getalen hard te roepen. En dan zwicht je misschien. Maar goed, erg zuur. Oké, dankjewel Anthony. Sipke. Nou, laat ik even beginnen met dat ik het ontzettend knap vind dat Telstar dit jaar zoveel punten pakt met echt heel erg goed voetbal. En ik heb verschillende wedstrijden teruggekeken voor jullie, dus complimenten voor Telstar dat die met dit team en zeker heel creatief zijn geweest met de mensen die ze gehaald hebben, dat zij zeker voorop echt hele goede spelers hebben. Dat zag je vandaag ook wel weer terug. Dus nogmaals mijn complimenten voor Telstar hoe die dit jaar doen. Dus terugkomend op de wedstrijd, ik denk dat wij echt gigantisch goed uit de startblokken kwamen. 3 kansen op rij. En dan moet je jezelf ook gaan belonen, net zoals de wedstrijd tegen Fortuna, hè, dat we heel vroeg scoorden. En dus dan moet je al heel snel op 1-0 komen, dat was ook een beetje het doel. Hè. Als jij snel zelf op 1-0 komt, dan kun je op een gegeven moment zelf ook iets behoudender gaan spelen. En proberen, zeker met Isa en Kevin Kippersluis, om het ruimte achter de verdediging van de tegenstander te krijgen. Nou, dat gebeurt niet. Ik denk dat na een kwartiertje de wedstrijd wat meer in evenwicht komt. En je ziet ook dat de linies verder uit elkaar gaan liggen. En dan wordt het een beetje een heen en weer wedstrijd. Telstar die veel kansen krijgt. Die ook nog een heel mooi schot op de paal hadden waar wij mazzel hadden. En Erik Kummers die ook een keer prima. Die vandaag echt geweldig keepte. Dus compliment ook richting Erik. Terecht denk ik man of the match. Die ons ook zeker in de eerste helft op de been houdt. In de rust vond ik het bij ons heel erg timide. En ik had het gevoel dat we met z'n allen, in ieder geval de spelersgroep, dat we op de rug lag. En probeer je heel erg energiek de jongens weer op te peppen richting de tweede helft. Ja, want die jongens voelen natuurlijk ook vrij veel kansen gehad. Ook voor Telstar, maar ook zeker voor ons. Kijken naar ons eigen team. En dan worden we daar niet in beloond. Nou, gelijk na rust een hele grote kans voor Martijn Barto. Die kopt hij over. En dan ligt hij 1 minuut of 2 minuten later ligt hij in het netje. Ja, en dan? Dan gaat er wel een heel gek gevoel door ons heen als technische staf. En dan moeten we toch nog met z'n allen weer een keer de rug richten. En we hebben zo, wat Anthony net ook terecht zegt, we hebben zo aanvallend mogelijk gewisseld. He, met Virgil erbij, met Alvin erbij, zelfs op 1-1, toen we 1-1 scoorden, Ricardo Kip, toch nog maar een keer erop. Omdat wij niet tevreden waren met 1-1, wij wilden deze wedstrijd absoluut winnen. Wel met het risico dat we hem ook eventueel nog zouden kunnen verliezen. Maar we wilden deze wedstrijd voor het thuispubliek, want het publiek ging erachter staan 1-1. Dat deden ze weer geweldig en ik ben het ook weer met hem eens dat zeker ook bepalend kan zijn in beslissingen die worden genomen door een scheidsrechter. En na een hele hectische week. He, na het verlies bij Eindhoven, na het weggaan van Marinus Dijkhuizen. Ja, waren wij wel even met z'n allen toe aan een hele positieve noot. En ik denk dat de jongens dat vandaag met z'n allen hebben getoond dat je naast voetballenvermogen ook moet beschikken over een stukje karakter. En dat hebben we vandaag met z'n allen getoond. Dus alle complimenten richting mijn team.